Ik ben Alperen van CVTV en we gaan juffrouw Eumela van de schoolsactiviteit interviewen. Wat heeft u het idee gebracht om hier te komen? Nou, ik ben al heel lang op deze school. Mijn kinderen hebben hier op school gezeten. En ik ben eerst als vrijwilligster begonnen op deze school. En daarna ben ik gewoon in dienst getreden. Vindt u deze werk leuk? Ja, ik vind het heel leuk werk. Dit was een activiteit dat over mode ging. Waar kinderen zelf iets gingen ontwerpen. En hier hebben ze dus met oude kleren gingen ze dus weer aan de slag om iets nieuws van te maken. Dus het was een hele creatieve activiteit. Heeft u ook soms kinderen teleurgesteld? Ja, we moeten wel heel vaak kinderen teleurstellen, omdat we dan te veel inschrijvingen hebben voor de activiteiten. En we kunnen helaas niet alle kinderen tegelijk plaatsen voor een activiteit. Wat vond u van het protesteren van de brede schoolactiviteiten? Het protesteren? Oh, dat heeft wel succes gehad, want wij mochten dit jaar dan verder gaan. Dit is onze map waarin we alles verzamelen. De activiteitenoverzicht, alle brieven, alle belangrijke afspraken met vakkrachten. De tabellen, dus alle namen van kinderen die meedoen aan verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld de kleuterdans en alle andere activiteiten. En hier zijn de brieven die uitgaan naar ouders om toestemming te geven aan hun kinderen. Want zonder toestemming van ouders laten we kinderen niet meedoen. Juffrouw Eumela die werkt donderdag en vrijdag en ik maandag en dinsdag. En samen werken we de woensdag en daar zijn we wel heel blij mee. Wat vonden jullie van het nieuws dat jullie niet meer op andere dagen mochten werken? Ja, dat vonden we eigenlijk wel heel erg jammer. Vooral omdat het ging natuurlijk om geld. We gingen minder werken, dus we gingen ook de helft minder verdienen. En dat doet altijd pijn, vooral heel erg in je portemonnee. Maar het ergste vonden we dat er minder geld was om activiteiten voor de kinderen op DUO 2002 te organiseren. Bijna alle kinderen die doen mee met activiteiten. En dus ook al die kinderen vonden het heel erg en jammer. En er zijn ook heel veel kinderen van DUO 2002 meegewezen om te staken op de Koolsingel. Ja, dat heeft succes geleverd in die... Dat we een jaar verder zijn. Dat we weer een jaar verder zijn. En nu gaan we met z'n allen, en ik hoop jullie ook, en iedereen thuis, gaan we hopen dat we na de zomervakantie weer nog een jaartje verder mogen gaan. Dank u wel dat ik jullie mocht interviewen. Graag gedaan. Sofia en juffrouw Irma geïnterviewd. Ze zijn goede collega's en goede vriendinnen en zij vinden de brede schoolactiviteiten de leukste baan die ze kunnen wensen. Activiteiten heel leuk, want je kan mensen ontmoeten en je kan veel dingen doen samen. En het is heel leuk om dat te doen, om lessen te volgen van iemand die er veel verstand van heeft.